We hebben nu in plaats van 5 bananen, 5 kilo bananen. Oh, mooi hè? Mooi hè? 33,5 graden. Het is best wel. Zo warm heb ik het hier nog niet eerder gezien, hè? De situatie nu, we grijpen eigenlijk overal mis. Want dan wil je een. Wie ligt daar? Wie is daar aan het spelen? Hallo allemaal, ik ga meteen maar gewoon weer even de vlog openen. Ik heb net de vlog afgesloten en nu ga ik hem weer openen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is maandag. Op maandag gaat Eefje altijd naar haar opa en oma. Dus ik ben een dagje alleen en ik ben lekker aan het koken. Eerst wat dingetjes uitgetypt en zo. En nu ben ik dus aan het koken. Lekker gerechtje gemaakt met kip en spitskool. Ga ik nu even de foto zetten en dan kan ik zo weer verder met het volgende receptje. Want ik ga een curry maken met aubergine, een kip groenteschotel en een pasta gerechtje met ricotta, doperwten en citroen. Dus als ik al deze dingetjes af heb, dan heb ik al mijn receptjes voor volgende week al weer af. Dus dat is heel erg fijn. En als Evie die is, dan kan ik gewoon weer even hier zo mijn kabel naar mijn laptop laten lopen en hier wat opladen zo. Want zij ziet echt alles en gaat dan ook altijd alles, de kabels en dingen pakken. Dus dat kan ik hier nooit laten liggen als ze er is. In ieder geval, ik ga deze op de foto zetten. Heel erg lekker. En dit was serieus echt simpel. Ik bedoel, we maken dingen die simpel zijn en vrij snel klaar te maken in ongeveer 30 minuutjes. Maar dit was echt in, ik denk, 15 minuutjes of zo klaar. En wel heel erg lekker. Oh, oh, oh. Ik heb alweer begonnen. Ik heb daar weer meerdere berichten. Over. Meerdere zelfs? Ja, van wanneer komt er weer een vlog op. Maar de vlog weer begonnen, hoe bedoel je? Ja, dus vandaag begin ik weer een nieuwe vlog. Waarom? We kunnen dit toch gewoon gebruiken nog nee, tot aan we... Nee, ik heb het afgesloten, want ik ga deze week gewoon... Maar is die andere wel lang genoeg? Want ik dacht, daarom moeten we misschien deze... Nee, ik heb het nu al gevonden. Wat vind jij ervan, schat? Heeft die was de hele dag bij open oma en die is net thuis. En die maakt dan meteen weer een kijk, wat een zo... bende het meteen. Hé? Hey. Dat heb jij gedaan, hè? Folders door de kamer, cadeaupapier. Ik weet niet waar je dat nou weer gevonden hebt. Daar gaat ze. Hey. Oeh, mooi, hè? Mooi, hè? En ondertussen eten we even snel een broodje, maar wel een heel lekker broodje met ham, crème fraîche, ja, zout, peper, kaas, ui. Is het ook online, hè? Dit staat ook online. Met oh. Je vlak op een broodje of zo? Weet ik niet. Maar goed, we moeten dus even snel broodje eten, want ik moet zo weer naar het andere huis. Want ik moet daar de trap schuren, want we gaan weer aan de vreselijke klus beginnen ja, om de trap te doen. Schilderen. Hij gaat toch geen trap schilderen? Nou ja, ik schilder, mijn schilderkunsten worden altijd zeer bekritiseerd. Nee, Jurk is gewoon niet zo precies. Laat het zijn. Een beetje slordig, een beetje snel. Nee, ja. Dus dat gaat niet zo goed samen met een trap schilderen. Mag je hem over de verf gaan? Geef die maar even aan papa. Ja. Dus, dat ja, haal ik de verf even. Dus dat gaan we doen, maar ik ga hem dus even schuren zo meteen. Dus dat moet ik even snel doen. Dan moet ik hem even nog schoonmaken natuurlijk weer. Dus je hebt geschuurd. Dus dat. En we kregen nogal best wel vaak de vraag deze week of we al verhuisd zijn. Nog niet. Nee. Maar zodra de, nee, deze vlog online staat, dan wel. Ja, is de bedoeling. Ja, jawel. Is de bedoeling. Gewoon dit weekend en volgend weekend, toch? Ja. Nog steeds. Maar als we helemaal weer helemaal goed gaan vloggen, dan staat deze vlog dus eerder online dan... Ja, daar heb je gelijk. Maar we hebben in ieder geval de huur van dit huis al lang opgezegd. Ja, dus we moeten er volgend weekend sowieso uit. Ja. Nee, wat kijk jij precies op dit moment. Wat kijk jij nou weer moeilijk? Kijk, ja, ik zou net een beetje onder. Ja, we hadden dus... hebben we het al verteld? Ja, hè? Ah, nee, niet in de vlog, hè? Gisteren boodschappen gekomen. Die worden meestal bezorgd. Tenminste de grote boodschappen. En we hebben nu in plaats van 5 bananen, 5 kilo bananen zoals je ziet. Ja, en in plaats van 1 doosje eieren had ik 3 doosjes. In plaats van 1 doosje eieren hebben we ook een heleboel eieren. Dus we hebben nu een frittata. Lekker, lekker. Met 4 eieren. Met eieren. Uiteraard. Dit is trouwens vanmiddag. Vieze vliegen hier, kan die even weg? Ja, hij is weg. Dit is vanmiddag gebakken. Het ziet er ook lekker uit. En dit gaan we nu even eten. En dit gaan we nu even eten. Gezellig samen met Eve. Hé? Eten! Eve!
we gaan eten. We gaan eten. Joehoe. Hey, wie springt daar meteen omhoog? Hallo? Ik zie het niet. Hallo? Hey, vrolijk kut. Hallo? Hallo, maar wij zijn eten aan het maken. Er rusten die randjes in. Hier heb ik avocado tomaat uit. Ik ga ze meebakken. Daar doe ik ook nog kaas op. Hey, lekker! Hallo Evi. Kijk eens wat lekker. Yep. Wat eet jij? die. Niet pizza. Wat eet papa? Oh. Wat eet mama? Kijk eens even, lekker stampetje. Yep. Hallo Dos. Lekker hè? Stampetje met wortels. En waarom ik? Ik denk. Broccoli, aardappel, daar wordt nog risotto gemaakt. We hebben een beetje van allerlei restjes zijn we aan het opmaken. Ah ja, vind ik heel vervelend die restjes, want kijk nu moet ik dit eten. Moet jij dit restje eten? Evie, hap. Oh ja. Niet om het een of het ander, maar hier voor de deur is het weer spanning en sensatie zoals jullie zien. Ik hoop wel dat alles goed is erbuiten. Ja, ik hoop het ook. Volgens mij wel, want de hulpdiensten gaan alweer weg. Maar, is iemand tegen een lantaarnpaal gereden? Is iemand tegen een lantaarnpaal gereden over een betonblok en maar weet ik het wat allemaal. Maar vorige week was hier ook al iemand uit de bocht gevlogen, dus levensgevaarlijk hier. Evi, waar ben je nou? Evi! Evi, hey! Evi! Hey! Ben je nou een happy? Oké, kijk eens even. Dit heb ik net met een primertje geschilderd. Dat is de leuning, de trapleuning. Evi, Evi. Ja, het is heel moeilijk te zien. Ja, je ziet vooral mij, denk ik. Maar, oh. Eet je de raam aan de lap? Het is wel hard nodig. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar het is heel hard nodig. Kan ik morgen nog even met Eve spelen? Working at the car wash. Het is zondagavond en ik ga bij deze weer een vlog afsluiten. We hebben super leuke reacties weer gekregen op onze laatste vlog die ik volgens mij woensdag had geüpload. Echt bedankt allemaal daarvoor. Zo leuk dat jullie onze vlogs hebben gemist. En volgens mij heb ik deze week best wel weer veel gefilmd. Dus hebben we weer een leuke vlog om met elkaar te zetten. Oh, normaal deden we natuurlijk eigenlijk 2 weken. Dus ik weet eigenlijk niet. Ik ga eens kijken of ik genoeg beelden heb om er gewoon nu weer een week vlog van te maken. En anders film ik nog wat langer door. En dan doen we gewoon na 2 weken een vlog. Moet ik eventjes bekijken. Ik was vandaag de hele dag in de IKEA met een vriendin en haar dochter en Evi. En moest onder andere even een deurtje halen voor het kastje van de grootsteen. Maar ik heb ook nog wat andere dingetjes gehaald. Onder andere hele leuke mokken met stipjes. Nog wat dingen voor in de lades. Ik wil heel graag, dat vind ik echt super leuk. En ik kan daar echt van genieten als mijn lades helemaal mooi en netjes ingericht zijn. Dus ik wil allemaal bakjes en verdelers en dingen erin. Dus ik heb nu even 4 grote bakjes gehad en 4 kleine. Dan ga ik een beetje kijken wat ik ervan vind. En dan wat voor bakjes ik voor andere lades wil en zo. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er wel heel veel zin in om mijn keuken helemaal in te richten. Ja, bijna klaar. Voor een week gaan we verhuizen, dus dat wordt nog wat. Even in Beer gaan even naar de opa en oma. En dan kunnen wij volgende week zaterdag in elk geval gaan verhuizen. Ik zal blij zijn dat het af en toe de rest. Nou ja, goed.
Ik stel een tijdje kaas volgens mij. Ik ga nog eventjes een theetje afmaken. En dan ga ik even op de bank zitten. Dan moet ik nog een paar dingetjes, een paar receptjes uitzoeken voor morgen. En dan kan ik er even lang uit. Wie heeft daar haar bordje niet leeg? Hè? Wie heeft haar bordje niet leeg? Nou, kan je dat even uitleggen? Het is warm, hè? Het is echt warm. Mama heeft wel de bordje leeg. Mama heeft het bordje leeg. Papa, die moet nog beginnen. Broodje ei. Ventilatertje te loeien, want het is hier 28 graden binnen. Het zal bij sommige mensen misschien nog wel warmer zijn. Hiervoor woonden we in de flat, hè? Daar, in een flat. Daar werd het echt nog veel warmer dan dit. Ja, maar daar stond de zon er nu ook vol op. Ja, daar werd het echt gewoon over de 30 graden. Dus, maar goed dat we daar weg zijn, maar het is hier ook wel warm. Ja, moet je je voorstellen dat we daar dan nu met eten zaten. En dan kon je geen kant op en je kon bijna niet een beetje door. Je ziet er ook warm uit, ze gaat er buiten. Hey. Maar hoe gaat het vloggen? Neem je nog wel wat op als ik er niet ben? Of, Ik heb maandag volgens mij al een stukje gefilmd. Oh, oké. Okay. Ik heb er gezien in dat ik een vlog had. Hé, hey, wat is dit nou? Hé, die daar zit ze veel. Maar die hoort hier niet. Gaat hier helemaal. Maar goed, vandaag weer wat kleine klusjes gedaan. Bank, nieuwe bank is gekomen. Die mensen die belden al, we staan voor de deur en er doet niemand open. Maar ze waren te vroeg eigenlijk. Ze waren dus, om 10 of wat. Zij waren nog thuis. Ja, en ze waren tussen 5:12 en 5:03 of zo dan. Nieuwe stoelen zijn er gekomen en nog wat klusjes gedaan, zoals wc-bril weghalen. Er was nog een klusje, want ik kreeg de schroeven echt gewoon totaal niet los, dus die heb ik doorgezaagd. Nou ja, dat soort dingen. Wat noem je dat? Dat voelde mij niet zo. Dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Wel, ik was een uur bezig met de bank in elkaar zetten en ook nog een uur. We zagen nog heel veel anders af vandaag. Ja, en ook nog ik heb ook de wc-bril weggegooid toevallig. Niet alleen eraf gehaald, maar ook weggegooid. En ja, ik moet ook even eten. En de stoelen zaten echt zo achterlijk verpakt dat ik. Nou, ik ben. Ik ben 10 minuten bezig geweest met het weggooien van plastic per stoel. Ja, het zat allemaal van dat plastic met van die luchtkussentjes. Dus die moest ik allemaal kapot maken. Goed. Eten. Wie ligt daar? Wie is daar aan het spelen? Kiekeboe! Kiekeboe! Ik wou dus zeggen, het is donderdag. En ik heb de eten net gemaakt. We eten weer een, of niet weer. We eten een bloemkoolschotel met bloemkool en aardappel. Ham. En een beetje bechamelsaus. En die heb ik net in de oven geschoven, dus dat is hartstikke lekker. En Evie eet daar ook lekker van mee. Dan voeg ik er geen zout aan toe, dat kunnen we gewoon zelf op tafel nog toevoegen. Dus ik ga nu verder de vaatwas uitruimen en dan kunnen we straks over 20 minuten toch weer eten. Zo, wat ben jij hem aan het doen? Evie heeft net lekker gegeten. Ja. Ons eten is inmiddels ook klaar. Ja, we wilden eigenlijk gewoon tegelijkertijd eten, maar Jorrit was een beetje laat thuis, moest één nog klaar en blablabla. Dat was toch even het klussen? Ja. Wij gaan couscous salade eten, want het is heel warm. En tomatensaus. Binnen is het 31,5 nu inmiddels. Ja. Lekker. We gaan nu even buiten zitten en even lekker smullen. Oh, wat zit er nou voor het beeld? Oh, dat dingetje. Oh, hoe kan dat? Laagdien. Is die stuk? Nee, dat gaat wel zwaar, dat is niet helemaal goed open. Ah. Ga je die wegfilmen? Ja, jongens. De dag voor de grote dag is aangebroken. Alles is zo'n beetje ingepakt. Behalve de spulletjes die we nog nodig hebben en even de speelgoed. Die komt daar onder de trap vandaan. Hey, Evie! Ga je zitten, Eve? Nee, want ik wil op avontuur. Maar goed, het is dus de dag voor de verhuizing. Ik ga zo meteen nog eventjes wat dozen afwas die kant op brengen, want ik ga toch daarheen, dus dan neem ik elke keer van alles mee. En het is warm. Hè? Ja. We hebben het warm. Evie die lijkt zich wel prima te redden, gaan we ondanks de hitte, hè Evie? Maar om even te laten zien hoe warm het binnen is, 33,5 graden, is best wel
Zo warm heb ik het hier nog niet eerder gezien, hè, binnen. Nee, jij ook niet, hè? Nee, ik heb nog nooit zo warm gehad. Nee, zelfs op vakantie was het niet zo warm, hè, Eef? Ik heb een doekje over de kinderwagen. Nou, dus dit is de situatie nu. We grijpen eigenlijk overal mis, want dan wil je een mes uit de besteklaar pakken bijvoorbeeld. Oep, gefopt. En dan wil je een hapje voor Eefje maken en dan blijken de helft van de ingrediënten al vertrokken te zijn en al dat soort dingen. Vandaag is het echt... Vandaag is het even kamperen in eigen huis, zeg maar. Maar goed, dat overleven we ook wel, geen probleem. Ik ben alvast begonnen met dingen weghalen, zoals de lampen, die zijn al weg. Het alarmsysteem is weg, al dat soort dingen. Dus, nou, de tafel is inderdaad weg, gisteren opgehaald. We hadden hem op Instagram gezet en daar had iemand op gereageerd, heel grappig. Tenminste, iemand, daar hadden trouwens heel veel mensen op gereageerd. Ja. Huh? Maar er kon maar één gelukkig zijn, hè? Ja, die heeft de tafel en de stoelen overgenomen, hartstikke leuk. Veel plezier ermee voor als je dit ziet. Ga ik weer eventjes verder. Hé? Hey? Ja, ik denk, ik moet toch eventjes die camera uit, uit de stof halen. Nou, uit de stof en die hadden we gefilmd, toch? Gisteren ook nog een beetje. Ja, ik weet niet, ik zit weer te filmen zonder dat ik weet of ik op beeld ben. Ja, daar heb je een schermpje. Ik ga het schermpje even omhoog klappen. Maar goed, laten we maar weer verder gaan. En onze parasol is gisteren stuk. Dus we kunnen nu ook niet buiten zitten hier. Nee. Nou, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ja. Dag, even. Zwaai nog even. Doei doei. Doei doei. Doei. Ja, goed zo. Terwijl we aan het verhuizen zijn, druk bezig zijn in ieder geval, kregen we nog een leuk pakketje. Namelijk dit pakketje van BCL met, eens even kijken wat we hebben. Amandeldrink. En sojadrink. Mooi, want we moeten veel drinken deze warme dagen, dus het komt goed uit. Oké, chef, wat heb je gemaakt? Moet je dit wat is dit in een diep bord? Ik heb geen plan van meer. Wat ben je aan het doen? Gaat iemand mensen met je al padden toe? Dat is een nieuw pet. Lekker aanpok. Top. Lekker een verkoelende pet. Ja. Je had net je t-shirtje omhoog, hoor, maar ik zag je wel snel omhoog. Omlaag. Je snapt het wel. Dat werkt wel, hè? Echt? Wil je ook even? Ja, is goed. Het is 33 graden nog steeds, jongens, hier binnen. Wat komt er allemaal vanaf? Oeh, dit is te koud. Er komt ijs. Er komt allemaal ijs vanaf. Grappig. Wat is dit nou ineens? Andere setting, ja? Ja. We zijn een paar dagen verder en we zijn inmiddels verhuisd. Ja. En we... De camera is wel ingepakt, dus vandaar dat we misschien even iets niet gefilmd hebben. Nee. Maar we hebben hem weer gevonden. En we gaan nu ons eerste maaltijdje, nee, gisteren hadden we hier ook al gegeten, maar ons eerst zelfgemaakte maaltijdje. Heel erg simpel, maar dat maakt niet uit. Uit een nieuwe keuken. Uit een nieuwe keuken. Nee, maar we gaan straks nog even de rest laten zien. Oh ja, dan kan ik nu even filmen. De rij is aan de kant. Oh. Ja. Ja, oké, kijk, je hebt dit. Dit hadden we op Instagram gezet, al de camera. Ja, nou ja. En dan, ja, het is heel leuk. Ja, dit is hartstikke mooi, maar dan, dit is nog helemaal. We hebben hier nog een heel gedeelte. We komen mee als het kort. Ja, maar goed, dat komt allemaal vanzelf. Ik ga nu even lekker eten, anders wordt het koud. Zo, ik ga bij deze de video afsluiten. Je ziet hier een heleboel rommel achter mij. Want in het kantoortje is nog niet zo opgeruimd. Nou, hier liggen allemaal jaloezieën die opgehangen moeten worden, stalen deuren die gemonteerd moeten worden. En nog wat dingen van de keuken die terug moeten. Maar goed, maakt niet uit. Dat komt nu allemaal. We zitten er net pas een paar dagjes in. Dus ik kan niet alles tegelijkertijd. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke video. En we zien jullie over 2 weken, denk ik weer. Doeg!